Eén rondleiding had Van der Most, onder meer rijk geworden in de ijzer- en staalbranche, nodig om ervan overtuigd te raken dat de Brielselaan een juiste locatie voor een familiepretpark is. Ja, toen ik hier rondliep, toen begon mijn vingers te jeuken. Ik denk, ja, dit is het. Hier kan ik mee in iets speciaals verwezenlijken. En wat ziet u dan? Dat water, het gebouw natuurlijk. Heel mooi architectonisch, akoestiek van het gebouw. De akoestiek binnen is enorm. Er zitten allemaal geperforeerde paden in. Ja, en dan zie ik ruimtes en dan denk ik, hier kan ik wat mee. De vuilverbranding was sinds 2009 buiten bedrijf. Dit jaar zette Van Ganzenwinkel het te koop en Van der Most hapte toe. 4 maanden overleg tussen eigenaar, de gemeente en Van der Most was slechts nodig om tot een akkoord te komen. Van der Most investeert 15 miljoen. Het is inderdaad heel goed voor Rotterdam en zeker voor Rotterdam-Zuid. En dan zo'n kanjer van een ondernemer als Henny van der Most, die in staat is om zo'n gebouw weer tot herontwikkeling te brengen, waardoor dus niet alleen werkgelegenheid, maar ook een prachtige en een mooie pretpark aan de Maas ontstaat. Ja, dat was wel een droom. Ja, dat past hier. Ik zit al in het volksvermaak, ik ben een gewone man. He? Ik neem Speelstad Oranje maar wat ik van de entreeprijzen neem. Ik bedoel, ik neem daar nog geen 2,50 voor de consumptie. Dus ja, ik ben man van het gewone volk. En dan komen hier ook mensen uit Rotterdam te werken? De mensen die hier echt wonen? Ja, tuurlijk. Want waar denkt u aan? Stageplekken of noem maar op? Nee, maar alles. Straks al helpen met demonteren. Ook straks bij attracties in de horeca en noem maar op. Ja, dus ik hoef niet hooggeschoold personeel te hebben. Dus wat dat betreft zijn de mogelijkheden. Van der Most rekent op tegenslagen. Ook kalker werd uiteindelijk duurder. Maar alle risico's, zoals ook het verwijderen van asbest, zijn volgens hem in kaart gebracht. Dus verwacht hij in 2014 open te kunnen gaan.